Hij staat niet meer. Wat ga je nu maken, Erik? Ik maak hem Jan van Gent. Oké, okay. Dan ben je de verf niet door? Ik meng de verf gewoon met de aquarelverf met water. Ja. En dat hij heel dun wordt. En dan kan ik hier gewoon in mijn tekening, kan ik gewoon met hele dunne verf, kan ik beginnen met de opzet van een aquarel. Ja. Nou, die ga ik gewoon steeds meer uitwerken. En hoe meer verder ik kom, hoe zwarter, zoals hier, ik de kleur maak. Ja. En hoe lang zit die verf nou aan je penseel? Moet je dan vaak inlopen? Ik moet hem bijna om de streek moet ik wel een nieuwe kleur aanmaken, ja. Ik zal er wel weer eentje voor je maken, dan kun je het zien. Goed, ja, dat gaat dan. Oké. Okay. Dan kun je gewoon maar moet ik even die Jan van Gent opzoeken in mijn telescoop. Ja. En dan dan ben ik gewoon even nieuwe voor je. Even zoeken hoor. Helemaal. Ik heb een nieuwe pagina voor je. Kijk, ik heb altijd een stukje bij me. Ja? Voor de wind. Aha. Dus de postbode is altijd heel blij als ik er weer aankom. Ik vraag af of hij hele stukjes voorbij heeft. Nou, kijk hier. Ik heb hier gewoon de hele dunne verf. Ja? Die is heel dun, is met heel veel water. Dan kijk ik even hoe die vogel eruit ziet die ik wil schilderen. En dan schilder ik gewoon met die verf. Het is een beetje rustig in de kolonie met alle vogels, ze zitten allemaal een beetje te slapen. Mm-hmm. Dat is ook wel heel mooi, want ze blijven ergens een keer rustig zitten. Je ziet nou dat ik gewoon voor die vleugelpunten heb ik natuurlijk een hele donkere verf nodig. Het oog. En hier de onderkant van de rots. En je doet dan eerst het lichtste deel of het donker? Ja, meestal begin ik eerst met het lichtste deel, want het geeft een houvast aan je rest geen tekening. Mm-hmm. Daarna volgt dan het... Dat is het, maar je kunt eigenlijk gewoon zoveel mogelijk in één keer alles klaar te hebben. En mooi fris van karakter blijft. Maar het is gewoon als tussenschets, is het wel een hele fijn ding. Mooi.
Ja, maar dat moet je niet doen, namelijk. Geen drukte zou elkaar doen. Ja, zo denk mijn brein, hè? Okay. Ja, dus ik denk mijn drie tenen. Dan denk ik aan drie tenen. Drie per. Ik heb mijn foto weg.